Dit filmverslag laat je een indruk zien van de reconstructie van de Van Harenstraat en de Statenweg in 1988 en 1989. We rijden nu van het westen richting het oosten. We zien hier dat de Statenweg nog volledig uit klinkers bestond. Hier hier aan de rechterkant nog een groot parkeervak bij Jeppe Faber en Jan Goldberg voor huis. We rijden nu al op een splitsing Statenweg Hartman-Sannestraat. Aan de rechterkant hebben we nog de Frieslandbank. En aan de linkerkant de Doopsgezinde Kerk. Aan de rechterkant zien we nog het postkantoor. En Kapsalon van Koten aan de rechterkant. Op een hoek heb je Miedema's modebril in het vroegere pand van Bieltsma de Bakker. We rijden nu via de Van Harenstraat richting het oosten. Het is koopavond, dus we zien hoe druk het in de Van Harenstraat is. De liefhebber van oude auto's kan hier zijn hart ophalen. Aan de linkerkant Siep's Frituur. En aan de rechterkant heb je de winkel van Holly Meijer. We zien het café van Koten. En dan komen we bij Rijwielhandel Poorten. Links zien we nog het grote gazon voor het gemeentehuis. Aan de rechterkant hebben we nog autobedrijf Drost. En aan de rechterkant autobedrijf Kuken. We rijden nu het dorp uit en zien dat aan de rechterkant totaal nog geen bebouwing is. We rijden nu van het oosten naar het westen en zien dat hier nog geen vluchtheuvel in de dijk ligt. Ook binnen fietsers hier nog op een rijbaan.
de kruising van Harenstraat, Beukelaarstraat. Hoek van Loonstraat, van Harenstraat. En het kruispunt op een grote hoek. Aan de linkerkant zien we nog het oude bushokje en het huis van Gerrit en Joke Kuken. We rijden nu op naar het pompstation van Johannes Bielsma en zien dat de benzine nog 1 gulden en 54 cent kostte. We hebben hier weer de hoek van de Statenweg en de Hartman-Sannenstraat en zien dat de fietsers nog op de Hoofdbaan rijden. Hier zien we de hoek Statenweg, K. van Sandbergenstraat en zien dat hier nog niet een vluchtheuvel loopt. We krijgen nu een overzicht van de diverse werkzaamheden en zien hier dat ze de oude rioleringsbuizen verwijderen bij de oude videotheekvoer. Dat waren in het vroegere pakhuis. Het zagen van het asfalt bij de gereformeerde kerk voor. Het asfalt moest verwijderd worden voor nieuwe bloemperkjes. Hier ben je op een hoek, Beukelenstraat, Van Harenstraat. Werd de palen in de grond sloegen worden, werd straks de nieuwe riolering oplooid worden. Hier worden de palen op lengte aangezaagd en later komt er een drager bovenop. Thank you.
De dragers worden met lange spiekers op een paal gesloten. Dan wordt de oorsluitring aanbracht. En hier wordt de buis op het draag geleid en dan in een andere buis komen. Hier binnen we op een middelweg oost voor bij de 6. Werd het asfalt afgevoerd wordt, werd straks het fietspad en de perkies komen te liggen. We zijn nu op een statenweg waar het nieuwe asfalt aanbracht wordt. Het gaat hier om de eerste laag die over de helft van de dijk aanbracht wordt. Jensen Hoekstra en Arend Bakker zien toe als het goed komt. Eerst wordt de noordelijke helft van de dijk asfalteerd. We zijn nu weer rond op de middelweg oost waar de zinkputten aanbracht worden. De boerderij van Piet Wiersma zien we op achtergrond. De trottoirbaan worden hier aanbracht. We zien hier dat de stenen voor het afvoer van het water aanbracht worden. En nu ben je aan de noordkant van de middelweg waar het trottoir aanbracht wordt en hier straks in het midden het fietspad.
ben hier inmiddels met fietspad aan de gang. Waar de jongens door ze steen. Hier binnen we in de Van Harenstraat, waar de noordelijke kant van de dijk op Nij bestraat wordt. Geweldig hoe die man dat zo voor me kan krijgen. Hier worden de sluitstenen nog even in de grond gesloten. Even op een goede maat aantekenen en dan wat kappen. Toi, jongens, ben dit. Hier binnen we bij de firma Platvoor, waar de steen in de trommel gaan om rol te worden om het zand eruit te halen. En door de steen worden dan gebracht naar de parkeervakken op de Statenweg. Hier zien we dat de onderste asfaltlaag reeds over de hele breedte van de dijk aanbracht is. Opzichter Korf die kijkt nog even of alles goed komt. Hier zien we dat ze de parkeervakken aanleggen. Hier worden de witte stenen aanbracht die scheiding brengt tussen twee parkeervakken. Hier wordt de tweede asfaltlaag over een breedte van 8 meter in één keer aanlooid. Een nieuwe lading asfalt wordt aanvoerd. En dan gaat de asfaltmachine de auto opnieuw opdouwen en gaan we verder.
Je kunt hier mooi zien hoe het over de hele breedte van het dik in één keer asfalteerd wordt. 8 meter breed. Jelle Brandsma staat ook even te kijken. Hier zien we dat het asfalt behoorlijk heet is, het dampt erover. En hier binnen we op een hoek bij de Van Hareskerk. Werd ook alles op een scherp gaat. Alles moet veranderd worden. En hier ben we weer om bij de firma Plat, waar de parkeerhavens bestraat worden. Op de achtergrond zien we de ABN-bank. En hier binnen we voor bij de EDA met de trottoirs bestraat worden. We binnen nu op een hoek Beukelaarstraat van Harenstraat. Hier wordt een van de blombakken metseld die dienen tot versiering van het dorp. Daarachter nog de 3 huisjes van drukkerij Hoekstra. En hier komt de paardentram die de wethouder bracht, die de nieuwe gedenksteen aanleggen zal in een van de blombakken op een hoek bij de Van Hareskerk. Wethouder Joke Kaper en voorzitter van de ondernemersvereniging Jan Monsma, die leggen hier de gedenksteen in een van de blombakken. Toen de gemeente kwam om plan voor de deur aan de route
Doe het de ondernemersvereniging sluit, het is nou of nooit. Men heeft een plan opgesteld. Ik denk dat het leuke van het plan was dat de vorm van de Van Haringskerk achter ons, dat die toch niet weer rondkomt. En daarnaast, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, daarnaast heeft men ook het onderhoud van de plantbak in de wijk. Ik wens je heel veel succes met het plan. En het was mij een groot genoegen om de laatste steen daarin te zetten. Maar we rijden nu vanaf de oostkant het dorp in, nadat alle werkzaamheden aan de kant binnen, en zien hier aan de rechterkant het nieuwe fietspad met de mooie perkies, met allemaal mooie rozen in staan, en verderop wordt het beplant met allemaal struiken. Ook binnen de parkeervakken aan de rechterkant verdwenen. De bus van de Fram op weg naar Lut. Aan de rechterkant zien we straks de basaltblokken liggen. Zaakje van Piet Reutsma. Ook bij het gemeentehuis zien we nieuwe opritten liggen. Evenzo bij de hoek Beukelenstraat van Harenstraat. Een auto van Kapinga. Aan de rechterkant de slager en de bakkerij. Ook een nieuwe oprit bij Siepfrituur en de Bentex. Ook bij de ABN-bank voor een partij basaltblokken en een paar nieuwe bloemenbakken. Ook derde nieuwe bloembak. En hier zien we dat de Statenweg veranderd is in een grote asfaltbaan. Ook hier zijn weer nieuwe parkeerhavens aanlooid. Hier zien we dat het nieuwe fietspad voor huis bij Johan Loistra begint en het verkeer scheiden wordt. Hier ook prachtig mooie perkjes aanbracht met rozen en boompjes.
We rijden nu het dorp uit en ook hier wordt de baan gescheiden door een vluchtheuvel. We rijden nu op naar het oosten van het dorp in. We zien ook weer de nieuwe vluchtheuvel liggen. En krijg nu een overzicht van de oude situatie, zoals het waar. En de nieuwe situatie, zoals het is. We rijden door naar het oosten. En komen nu weer bij Jip en Faber voor met de oude situatie. En een nieuwe situatie. En weer van oud. Nee. Een vrachtauto van de firma HD De Haan uit Sint-Jabik. En zien hier dat het fietspad gretig gebruik van gemaakt wordt. Nu binnen we weer op de hoek van Loonstraat van Harenstraat. En zien we weer de oude situatie. Met kaping en meubelen op de achtergrond. En hier voor ons de EDA. En aan de rechterkant de Bentax. De nieuwe situatie bij Sipfrituur met de drempel duidelijk in zicht. Ook hier weer even een frambus. En nog een trailer van de KLMV, vrachtwagenbedrijf. En een mooie bloembak bij de Bentax voor. We rijden nu door naar de hoek Beukelaarstraat van Harenstraat. Met ook hier weer de oude situatie. We zien hier dat er bij poort op een hoek nog een telefooncel staat. Hier de bloemenwinkel Het Achteromtzie met de fruit- en groentezaak van Jan Offlingen. Een mooi overzicht van de grote parkeergelegenheid die daar toen nog was. En het huis van Lola Lodewijk nog. Hier het verzamelplak van de jeugd. Hier zien we een overzicht van de nieuwe situatie. Met Radio Kampen nog.
met de nieuwe bloembak en bij Lodewijk voor huis. Dit is een mooi overzicht. Wandelende mensen, een auto en een fiets. We rijden nou door naar de hoek bij de kerk. Van Haarlemstraat naar Nassaustraat en Griekmanstraat. En ook hier weer een overzicht van de oude situatie zonder drempels. De fiets is nu op een rijbaan, trottoir links. En een nieuwe situatie met Dries Buurstra die naar zijn baas was naar gaat. Hier zien we het nieuwe fietspad. Een overzicht van de basaltblokken. Met op de achtergrond de videotheek in het oude pakhuis. We rijden nou door naar het oosten en rechts nog Garage Kuggen. We rijden nu het dorp uit en zien dat tot aan de Prulhoek toe totaal nog in bebouwing was. En we sluiten deze film af met een overzicht van de vluchtheuvel aan de westkant van het dorp met op de achtergrond een zicht op een Van Haarlemskerk.